Dames en heren, goedenavond. Aan het applaus te horen is dit niet de muziek waar u helemaal rustig van wordt. Maar help muziek om je te ontstressen. Daar willen Remy en ik het vanavond met u over hebben. En we hopen u te laten zien dat stress en muziek eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En eigenlijk is de harp een heel goed instrument daarvoor. Het eerste voorbeeld, een heel oud voorbeeld, komt uit de Bijbel, waarin David op zijn harp speelde om koning Saul tot rust te brengen als hij heel gestrest was van alle dingen die hij moest doen als een koning. Dus vanavond is Remy een beetje mijn David, zullen we maar zeggen. Maar dat is natuurlijk niet echt wetenschappelijk. Dus ik dacht van, nou, laat ik kijken in de wetenschap, wat doet harpmuziek nou met de mens? Is het nou echt ontspannend als voorbereiding voor wat er vanavond gaat komen? En wat ik zag was een hele mooie studie, alles in 30 apen gekeken van, prachtige harpmuziek. Wat doet het nou op je bloeddruk, op je hartslag? En zorgt er nou voor dat je echt ontspannen wordt? En wat denkt u? Niks. Ondankbare apen, die weten eigenlijk de harp niet de waarde te schatten. Maar ik weet zeker dat het vanavond anders voor u zal zijn. Voordat we met de muziek verder gaan, hoe werkt eigenlijk stress en emotie en muziek in de hersenen? Muziek werkt op de hersenen op een gebied dat direct belangrijk is voor emotie, voor stress, voor angst. Dat heet de amygdala. Zit diep in je hersenen, is essentieel voor te bepalen hoe je op stress reageert en hoe je met je omgeving omgaat. Dat is ook logisch, muziek roept natuurlijk een heleboel emoties op, dus dat is een logisch gebied. Een tweede gebied dat heel belangrijk is, is de hippocampus. Dat is belangrijk voor het geheugen, het is een soort zeepaardje, ligt ook diep in je hersenen, is belangrijk voor je herinneringen. En die amygdala, die emotie, dat emotiecentrum en die hippocampus, die communiceren direct met elkaar. Hoe weet je dat voor muziek? Nou, jaren later hoor je een liedje wat je al eerder kende, waar je een bepaalde emotie bij hebt. En je hoort dat opnieuw en je denkt, hé, die emotie komt in één keer weer naar boven. Dat is niet zomaar natuurlijk, dat is allemaal opgeslagen in je hersenen. Ik zat te zoeken en eigenlijk het meeste onderzoek naar stress en muziek is gedaan naar klassieke muziek. Langzaam, rustige muziek. Ik kwam heel veel tegen van de Franse componist Erik Satie. Ik weet niet of je daar een stukje van kan spelen. Dan kunnen de mensen het horen. Zeker. Echt heel toevallig had ik die praat. Hartslag? Zit u rustig in uw stoel? Ik wel in ieder geval. Spannen. Maar niet alleen de muziek helpt je heel erg om de stress te verminderen. Ook het feit alleen al dat je er tijd voor moet maken. Dat je moet denken, je aandacht erop moet zetten, dat je erop moet focussen. Muziek kan je natuurlijk helemaal opslokken. Dus dat ben je aan het piekeren over je werk, over je baan, over wat je bezighoudt. Alles wat je stress kan geven. En als je dan naar muziek luistert, dan ben je even niet meer aan het piekeren. Dus dat alleen al, los van de muziek, kan je stress heel erg verminderen. Dat geldt eigenlijk voor bijna iedereen, maar ik zat ook eens te zoeken, voor professionele muzici geldt het eigenlijk niet. Want hoe serieuzer je met muziek bezig bent, hoe minder direct ontspannend muziek eigenlijk voor je is. Dat vond ik wel een beetje zielig, maar toch was dat zo. Ja, het is wel lullig, ja. Het is ook niet zo dat je niet meer van muziek kan genieten, maar professionele muzici luisteren met een heel technisch oor naar de muziek. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is. Ja, net zo. Ja, het is denk ik voor iedereen die zelf een vak doet, als je dat dan, en je weet er alles van, dan kan je niet meer helemaal ontspannen luisteren. Dus ik zit in de zaal en je analyseert meteen wat er gebeurt. Je kan je heel erg storen aan dingen, maar tegelijkertijd kan je soms ook weer heel erg genieten van één noot of één moment, omdat je weet wat er allemaal voor nodig was om die ene noot te maken. Dat je weet dat
Die noot wordt nu gespeeld en die klinkt op die manier, maar dat kan alleen maar omdat deze persoon 20 jaar lang elke dag 8 uur achter zijn instrument heeft gezeten om die noot zo te spelen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou nee, eigenlijk niet, want dan zou iedereen in de zaal ineens precies een professionele muzikant moeten zijn en dat moeten voelen. Dus dat is heel gek, daar kan je in zekere zin ook niet altijd met anderen over praten. Dat had u niet gedacht, hè, dat er geen voorbeeld zou volgen. Ja. Nee, maar het is duidelijk dat professionals anders naar muziek kijken dan leken. En of muziek ontspannend is, hangt ook af van wanneer je naar muziek luistert. Als je heel gestrest bent en je luistert naar muziek, kan muziek je stress weer doen afnemen. Maar muziek kan ook stress doen opwekken. Of juist in een stemming brengen die juist zorgt dat je weer meer gestrest bent. En het effect, het is maar de vraag hoe specifiek het effect van muziek is. Ik kwam een hele mooie studie tegen, die keek naar de effecten van muziek op hoe gestrest je was. Ze lieten mensen luisteren naar een stuk van Mozart, een stuk uit de Renaissance en naar het geluid van kabbelend water. Een beetje een soort New Age interventie. Hè? En wat bleek? Alle drie de interventies waren even effectief om je stress te verminderen. Maar goed, misschien is kabbelend water ook wel een soort minimal music, hè? Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ja, het grappige, dat kabbelend water, dat is natuurlijk echt, dat is typisch harp. Maar daar krijg ik juist weer heel veel stress van als ik dat hoor. Maar, ja, en minimal music is ook heel interessant. Het is natuurlijk heel populair. Er zijn heel veel mensen die naar minimal music luisteren. Nu op Spotify miljoenen hits. Een componist als Einaudi bijvoorbeeld. En ik luister een beetje met gemixte gevoelens naar. Ik vind het heel mooi onder een film, maar ik vind het... Ja, Zo'n liedje als zo'n walsje, weet je wel. En dan komt ze dan. En dan gaat hij weer terug. En dan voel je hem al. En dan op dit moment denk ik altijd, ja, nu weten we het wel, weet je wel. En dus dan ben ik al niet meer ontspannen. Terwijl er ook minimal music is die juist wel heel erg, en dat vind ik echt te gek, die tegelijkertijd ontspannend kan zijn. En ook spannend is. Bijvoorbeeld een stuk van Niels Vaam, wat ik heel graag speel. Hammers. Dat vind ik nog eens prachtige minimal music. Ik ben zelf psychiater. Ik heb heel veel te maken met jongeren en jongvolwassenen met depressie en psychose. En ik zie eigenlijk in de dagelijkse praktijk hoe belangrijk
muziek is om, de jongeren staande te houden, om ze op de been te houden. En hoeveel steun muziek eigenlijk geeft. Dus dat was een van de redenen waarom ik gelijk zei van ja, ik vind het heel belangrijk om er iets over te zeggen vanuit de dagelijkse praktijk. Hoe belangrijk het is van als je nou, in de war bent of somber bent, dat muziek je weer op de been kan helpen. Het is wat mij betreft ook een misverstand dat muziek je depressief kan maken. Hè? Dit is eerder andersom. Als je somber bent, luister je eerder naar bepaalde trieste of sombere muziek die je bevestigen in je stemming. En eigenlijk kan dat ook weer twee gevolgen hebben. Hè? De ene kant dat je door de muziek je toch weer een beetje houvast hebt en dat je je bevestigd voelt in je triestheid en somberheid, maar toch wel weer een beetje door kan, dat het je troost biedt. Maar het kan ook zo zijn dat je somberheid en je triestheid eigenlijk wel versterkt wordt door die muziek. Dus dat je eigenlijk nog wel dieper de put in kan krijgen. Maar dat is niet dat je er depressief van wordt. Dat is een misverstand. En de relatie tussen muziek en hoe je je voelt was ook heel duidelijk over het verhaal wat ik hoorde over een jongen die op uitzending was geweest naar Afghanistan. En als een militair overlijdt, spelen ze daar bij de ceremonie altijd het nummer Brothers in Arms van de Dire Straits. Kent u dat nummer? Ja. Die jongen kon dat nummer niet horen zonder echt letterlijk ineen te storten. En dat was best wel indrukwekkend. Het was zo, die militairen zijn natuurlijk nooit zo klein. Het was een beer van een vent. Dus de impact van muziek op iemand, ten positieve, maar ook uiteindelijk met verdriet en emoties, ten negatieve, dat is ontzettend sterk. Maar ik heb het nu over de psychiatrie. En eigenlijk, toen ik aan het kijken was, zag ik ook van, ik ben natuurlijk een beetje gebiased. Ik ben psychiater, dus ik lees vooral dan die dingen en ik vind dat interessant en leuk. Maar ook buiten de psychiatrie is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar de effecten van stress op genezing. En een van de mooiste en meest indrukwekkende voorbeelden komt wat mij betreft uit onderzoek naar de intensive care. Kent u intensive care? Dat de afdeling waar heel zieke mensen liggen. Mensen aan de beademing, mensen die in coma zijn, ernstig zieke mensen. En juist op die afdeling is ontzettend veel onderzoek gedaan naar muziek. En een van de mooiste voorbeelden was een heel mooi en goed opgezette studie, waarin ze eigenlijk mensen naar muziek lieten luisteren, of de geluidswerende koptelefoons gaven, of niks deden. En niet zomaar muziek, ze vroegen aan mensen van tevoren, wat voor muziek vindt u leuk, van wat voor muziek houdt u, maar wat ontroert u, of ze lieten de partner invullen. En juist die muziek die mensen raakte, lieten ze aan mensen luisteren. En die mensen luisterden ongeveer 80, 90 minuten per dag ongeveer naar die muziek. En wat het verbluffende was, vergeleken met een koptelefoon die het geluid dempt of niks doen, 50% van de mensen had veel minder angst, was veel minder angstig. En het is nogal een angstige omgeving voor de mensen die er wel eens geweest zijn, met piepjes, met apparaten. En ook nog, om maar het aan te geven dat de scheiding tussen lichaam en geest helemaal niet zo'n harde is, 40% van de mensen die muziek luisterden, had veel minder rustgevende medicatie nodig om mensen minder angstig te krijgen. Dus voor mij is dat een heel mooi voorbeeld. En in de voorbereiding had ik het eigenlijk met Remy erover. Ik zei, wat fantastisch dat muziek zo'n minimale interventie zo'n groot effect heeft. En Remy vertelde me eigenlijk van, ja, wat herkenbaar. Wat vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring heb ik er ook mee te maken gehad. Misschien wil je er iets over zeggen. Ja, ik was zelf 2 jaar geleden op de IC, omdat mijn oom daar lag. En die kwam eigenlijk te overlijden. Dat was al wel een soort van bekend, maar hij was daar en ik werd gebeld toen ik een concert net had gegeven. Dus ik reed er naar naartoe en mijn harp lag nog achterin en ik kwam bij zijn bed en hij kon nog een beetje praten. En hij vroeg eigenlijk, heb je harp bij je? Wil je iets voor me spelen? Dat was wel even schrikken, maar ik had hem bij me, dus natuurlijk, dat is wat ik doe. En Dus ik had gevraagd aan de artsen of dat mocht, want er lagen ook nog 2 andere mensen op diezelfde intensive care. En de artsen zeiden dat het oké was, als die andere patiënten oké waren, en die vonden het ook goed. Dus ik nam mijn harpje daar naar binnen en inderdaad de piepjes en de pruttelende apparaten aan alle kanten. Super weirde setting om daar aan zijn bed te spelen. Maar ik begon te spelen en het was heel fijn en het was fijn om zijn reactie te zien en was heel blij. Maar de impact werd me eigenlijk pas een paar dagen later echt duidelijk. Toen ik een heel lange e-mail kreeg van
van de vrouw van een van de andere patiënten. En die vertelde dat haar man in levensgevaar was geweest en eigenlijk ook op punt stond om te overlijden. En ineens door de muziek zo rustig was geworden dat ze hem heel makkelijk in een coma hadden kunnen brengen. En tot op de dag van vandaag ken ik hen en ga ik vaak naar ze toe. En dat ene moment, die paar minuten, dat heeft zo'n band geschept. En ja, dat het voor mij wel een soort iets openen van, ja, voor mensen spelen vind ik het mooiste wat er is. Maar op het moment dat het er echt toe doet, kan muziek dus zoiets betekenen. En nou ja, dat is prachtig, vind ik zo mooi aan dat muziek die kracht heeft. Ik wilde even dat stuk wat ik toen speelde, nu voor jullie spelen. We hebben het vanavond nog helemaal niet gehad over muziekvoorkeur en stress. En dat is wel een belangrijk onderwerp. Want van de ene soort muziek kan de ene persoon heel ontspannen worden en de andere persoon compleet gestrest worden. En wat voor de ene geldt, is vast herkenbaar, geldt voor de andere niet. En in de voorbereiding zei ik tegen Remius, wat voor muziek hou je dan? Nou, u zou het misschien niet zeggen, maar ik ben een liefhebber van de harde klanken. Van de metal, van de gitaren, van Slayer. Maar als ik dat aan mijn vrienden laat horen, of ik laat het thuis horen, dan wordt mij dat niet in dank afgenomen. Terwijl ik er ontspannen van word. Kan je dat soort klanken uit je harp toveren ook? Zit je distortion op je harp? Weet je, dit effect. Ja. Ik heb iets heel kleins voor je. Dat weet je nog niet.
Dit was voor mij ook een aangename verrassing. Dankjewel, Remy. Een van de dingen die ook te maken hebben met stress is de invloed van muziek op je productiviteit. Nou, ik weet niet hoe het voor u geldt, maar als ik aan het studeren ben, aan het schrijven ben, aan het lezen ben, dan heb ik altijd muziek aanstaan. Dat helpt mij om te concentreren en me ontspannen te maken. Vraag ik het andere mensen, vinden het verschrikkelijk. Zeg maar, muziek, ik moet er niks van hebben. Ik word heel gestrest van, ik kan me niet meer concentreren, pardon. Maar weet u, voor mensen is het heel verschillend, maar ik kwam een heel grappig onderzoek tegen. Weet u bij wie muziek ook direct te maken heeft met productiviteit? Koeien. Wat ze gedaan hebben, is aan koeien muziek van Simon & Garfunkel laten horen. Bridge Over Troubled Water, zoals u hoort. En wat bleek? Ze gaven per dag 1 liter meer melk. Ik weet niet of ze zich ook een beetje kon concentreren. Het lukte mij in ieder geval hartstikke goed met Simon & Garfunkel wel op deze manier. En muziek kan eigenlijk ingedeeld worden in verschillende eigenschappen. In low arousal, high arousal, dus de gejaagdheid. We zagen al de minimal music, hè, en de satie in het begin. Maar ook de high arousal, de gejaagdheid. Hè. Nirvana is daar een goed voorbeeld van. Maar gewoon alle muziek met flinke storm en drang. En aan de andere kant heb je de emotie. De positieve en negatieve emotie die met muziek te maken heeft. En dat heeft ook weer te maken met je eigen achtergrond. Met je eigen muziekvoorkeur en wie je bent. En wat blijkt nou? Hoe sterker je muziekvoorkeur is, hoe ontspannender eigenlijk, of hoe minder stress je van bepaalde muziek krijgt. Dus hoe uitgesproken je daarin bent, hoe minder gestrest je raakt door bepaalde muziek te luisteren. Vergelijk het met een avondje muziek luisteren tussen vrienden, van mensen die echt van muziek luisteren. Hè? Die laten elkaar geen liedje afluisteren. Eerst mijn liedje en dan jouw liedje. En dan mijn liedje, want dit is wat ik belangrijk vind. En dat is voor de echte fanatici onder u wel herkenbaar, denk ik. En daarom dachten Remy en ik, laten we eens kijken vanavond of we ook een soort stressmanagement interventie kunnen doen op basis van welke muziek u mooi vindt, om te kijken of dat ook invloed heeft op uw stressniveau. Daarom wil ik u eigenlijk allemaal even vragen om te gaan staan. Mag ik u vragen even te gaan staan? Want we hebben zo meteen een paar vrijwilligers nodig. Raakt u al een beetje gestrest? Ja, mooi, mooi. Dat is perfect. Dat is perfect. Maar we hebben niet een paar vrijwilligers nodig. Eigenlijk zijn jullie vanavond allemaal onze vrijwilligers. Want wat we gaan doen, u staat nu, u voelt zich een beetje gestrest. Of laten we aannemen dat u een beetje gestrest voelt. En wat we gaan doen, is dat Remy een paar verschillende stukken muziek gaat spelen. En op het moment dat u zich ontspannen voelt, minder gestrest voelt, mag u gaan zitten. Voelt u zich weer gestrest, mag u gaan staan. Mag gewoon tijdens de muziek, heb ik aan Remy gevraagd. Geeft allemaal niet. Dus we horen graag van, blijft u staan? Bent u nog gestrest? Gaat u zitten? Denkt u van, nou, dan ben ik toch wel minder gespannen. En we hopen aan het einde eigenlijk dat iedereen weer zit. Maar goed, we zullen zien hoe het is. Remy. Yes. Ben benieuwd. Dat zijn er nog meer dan ik had verwacht, die gingen zitten eigenlijk. Nee, ik word hier zelf ook niet zo heel ontspannen van. Nee. Heb je nog iets anders wat de mensen gaan aanbieden? Iemand, we hadden heel veel stukjes voorbereid, maar ik zie net, ik krijg nu lichte stress, want er wordt aangegeven dat we nog maar een paar minuten hebben. Dus we gaan het even wat versneld afspelen. Ik pak deze ook nog even bij, want anders heb ik die helemaal voor niks meegenomen. Dat is ook jammer. Ik weet niet of je hier echt minder stress van krijgt, maar ik dacht, je hebt natuurlijk liedjes waar mensen meer of minder stress van krijgen, maar dit is een liedje waar ik meer stress van krijg.
omdat dit allemaal net nieuw is. Je moet maar zien of het werkt of zo. Maar het is een stuk met een loopstation, dus dat gaat per definitie eigenlijk altijd fout. Maar ik ben heel benieuwd wat voor effect het op jullie heeft. Yep. En als u minder gestrest bent, gaat u vooral zitten hoor. Het hoeft niet, maar het mag wel. Mensen. We zijn er nog niet. Ik heb nog één liedje. Nou, als jullie nu niet gaan zitten na dit liedje, dan bent u niet meer te helpen. Dan moet je... Ja. Dit is dan meteen ook de laatste. Dit is het laatste nummer. Dus dit is de afsluiting. Laat u ontspannen. Dank voor jullie aanwezigheid. En leuk om jullie zoiets te vertellen over stress en muziek samen met Remy. En nou, nog een plezierige avond. Remy, take it away. Graag gedaan, man.